Overtreder betaalt $4000 voor 5 Jaguar-tanden. In januari vorig jaar werden op 3 reizigers op de Johan Adolf Pengeluchthaven een aantal Jaguar-tanden gevonden. $4000 moest een reiziger betalen omdat hij 5 Jaguar-tanden in zijn bezit had. De tanden waren verborgen in blikken met babyvoeding en werden tijdens een reguliere controle op de Johan Adolf Pengel luchthaven ontdekt. Aangezien alle 6 soorten in het wild levende katachtige beschermd zijn in Suriname, had betrokkenen dus de jachtwet 1954 en de wet tegengaan smokkelen overtreden. Het economisch delict is buitenproces afgehandeld, de overtreder is op 16 april aangehouden, het ministerie van Ruimtelijke Ordening. Bos en Grondbeheer laat via het Nationaal Informatieinstituut optekenen dat het veelvuldig voorkomt dat juwelierszaken tanden van de in het wild levende katachtige te koop aanbieden in de vorm van kettinghangers. Ook worden de jaguar afgeslacht en worden zijn lichaamsdelen te koop aangeboden. Het ministerie benadrukt dat alle 6 in het wild levende katachtigen in het land behoren tot beschermde diersoorten. Bovendien valt de jaguar de grootste katachtige in Zuid-Amerika onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie in Zaken de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora, sites, conform de artikelen 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is niet alleen het doden. Kopen, ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, vervoeren, vangen etc. van beschermde dieren verboden. Maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd strafbaar, overtreding van de wet valt onder de wet economische delicten. Wat betekent dat de overtreder onmiddellijk wordt aangehouden en in verzekering wordt gesteld? Het Openbaar Ministerie stelt dan de boete voor de overtreding vast. De overtreder riskeert ook dat zijn jachtbevoegdheid wordt ingetrokken.